In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Vorige keer zijn wij gestart met een prekencyclus over het geestelijk leven van onze ziel. We willen namelijk niet enkel maar ons geloof kennen, maar ook beleven. De heilige Alphonsus de Liguri leert ons dat het geestelijk leven erin bestaat God te beminnen. Liefde die niet zomaar op roze wolken leeft, maar zich concreet moet vertonen in vervulling van Gods heilige wil, in daadkracht. En Jezus bevestigt dit, daar hij zegt: als gij mij lief hebt, onderhoud mijn geboden. Als gij mij lief hebt, onderhoud mijn geboden. Kort, simpel. Welnu, velen in de wereld, en zelfs katholieken, stellen zich de vraag: ja, maar pater, altijd Gods wil volbrengen, dat is toch niet leuk? Dat is niet gezellig? Dat maakt ons niet gelukkig? Wel, mijn dierbaren, vandaag wil de heilige Alphonsus ons het tegendeel aantonen. Door op het drievoudig geluk te wijzen, die in de heiligheid verborgen ligt. Een drievoudig geluk. Ten eerste, in dit leven reeds. Ten tweede, in de dood. En ten derde, in de hemel. Een drievoudig geluk. God wil ons namelijk gelukkig maken. Op elk ogenblik. Want, zoals paus Leo de Grote schrijft: Gods wezenheid is goedheid. En goedheid wil zich mededelen. Hij wil ons gelukkig maken. En daar God namelijk oneindig gelukkig is en goed is, wil Hij zijn geluk aan ons doorgeven. Hoe meer een ziel, hoe meer wij met God, met zijn heilige wil verenigd zijn, des te gelukkiger zijn wij. En dit geldt allereerst, zoals gezegd, voor onze tijd, reeds in dit tranendal. Zij, de zielen die God beminnen, zijn nu reeds tevreden met de omstandigheden waarmee zij geconfronteerd worden. Het is hun grootste vreugde deze situaties als Gods wil te herkennen en deze situaties ook aan te nemen. Zelfs als de zaken hen natuurlijkerwijze, menselijkerwijze tegenvallen. Zij weten dat het geduldig verdragen van onaangenaamheden onze meester welgevallig is. Het boek van de Spreuken zegt: wat ook de gerechte overkomt, het zal hem niet bedroeven. Diegene die zich met Gods wil verbindt, kent een bepaalde vrede, mijn dierbaren. De heilige, diegene die Gods wil zoekt en vervult, blijft stabiel zoals de zon. De dwaas is veranderlijk gelijk de maan. Diegenen die op hun eigen wil bedacht zijn, nemen toe en af zoals de maan. Elke dag staat zij verschillend aan de hemel. Zulke personen ziet men vandaag
lachen en morgen wenen. Een gemoedsgesteltenis hangt af van een voorspoed of van een tegenspoed. Laat de gerechte echter overkomen wat wil. Hij is onveranderlijk zoals de zon, want hij stelt er zijn tevredenheid in zich te beschikken naar Gods wil. Hij kent een onverstoorbare vrede. De engelen zongen vrede aan de mensen van goede wil. En wie zijn die mensen van goede wil? Zij die de goede wil van God tot de hunne hebben gemaakt. Zij die hun eigen wil laten aanpassen aan de wil van God. Natuurlijk, het is belangrijk op te merken dat de deugd onze natuurlijke gevoeligheid niet wegneemt. Ook de heilige voelt de onaangenaamheden van tegenvallende situaties. Ook de heilige voelt pijn bij de dood van vrienden. Ook de heilige voelt honger in de vastentijd. Maar diegene die Gods wil bemint, hij voelt dit slechts in de lagere gedeelten van de ziel. In de hogere gedeelte van het verstand en de wil heerst een vrede, een rust. Niemand zal uw vreugde ontnemen. Zo zegde onze heiland tot zijn apostelen, voor zijn lijdensdagen nog. Parallel met deze gedachte leren de kerkvaders dat Christus in de Hof van Olijven, in zijn lagere zielsgedeelten, een immense droefheid gevoelde. Maar in de hogere gedeelten van zijn ziel een onvatbare vreugde kende. Als ons dus ongemakken treffen, mijn dierbaren, dan moeten wij zeggen zoals de abt Milus: God niet bidden te doen wat wij willen, maar wij moeten bidden dat Hij ons de genade verleent te doen wat Hij wil. En alles uit Gods hand aanvaarden met geduld en met vreugde. En zo zijn wij reeds gelukkig op aarde als wij de heiligheid Gods wil nastreven. Gaan wij een stap verder. De heilige Alfonsus, onze meester, bemerkt ook, bemoedigt ons ook, dat indien wij de heiligheid nastreven, het volbrengen van Gods wil, dat dit ons ook in de dood op ons stervensogenblik gelukkig zal maken. Het boek van de wijsheid zegt: de zielen van de rechtvaardigen zijn in de palm van Gods hand, en de kwelling van de dood zal hen niet treffen. Wereldse mensen ondergaan de dood, en ook bedroefd, onwillig, zonder geluk. Ze hebben namelijk geen vooruitzicht, enkel maar een terugblik op slecht gebruikte tijd, op verkeerd gebruikte tijd. Ze kennen geen geluk in de dood. Ze liggen op het sterfbed in gewetenskwelling. God echter troost zijn kinderen in hun laatste ogenblik met de gedachte dat zij wel hun diensttijd op aarde goed vervuld hebben. Dat zij nu loon naar werken zullen ontvangen. Zij hebben goed gewerkt in de wijngaard van de Heer. En daarom
kennen de gelovigen, de vrome katholieken, geen angst in de dood, maar geluk. En dat zien wij toen de bejaarde kardinaal Fischer naar het schavot werd geleid. Hij gooide zijn krukken weg en hij rende als kreupele naar het kapblok. En hij riep zijn voeten toe: haast u mijn voeten, waarom zijn jullie zo traag? We hebben Gods wil volbracht. Zie, nu zijn wij niet ver meer van hemel en loon. Inderdaad, een christenziel weet dat zij de ziel bevrijd wordt bij de dood. Bevrijd van de strijd met de hel. Bevrijd van elk ogenblik waar zij het leven kan verliezen. De heilige Cyprianus, hij predikte, hij sprak: hoe blij zijn de mensen als zij het pand kunnen verlaten dat dreigt in te storten op hen en hen dreigt te verpletteren. Zo moeten wij denken over de dood. En ook de heilige Paulus riep uit: wie zal mij bevrijden van het lichaam des doods? Het stervensogenblik brengt voor degene die Gods wil vervuld heeft, geluk. Natuurlijk kunnen wereldse katholieken deze woorden niet verstaan. Zij houden liever nog iets wat langer vast aan het wereldlijke, aan de lichamelijke vreugden. Sterven, dat stellen zij liever nog wat uit. Het geestelijke genieten in de hemel, dat is voor later. Voor de ijverige katholiek ligt dat anders. De ziel die ijverig is, acht zich pas veilig als de eeuwige haven is binnengevaren. De christenziel is opgetogen omdat de dood het einde van de ballingschap is. Een aankomen in het vaderhuis. De heilige Carolus Borromeus, hij liet uit zijn bisschoppelijk paleis een schilderij verwijderen. Een schilderij waarop de dood als een geraamte met een zeis afgebeeld was. Hij liet de zeis door een gouden sleutel vervangen. Wij noemen ook de sterfdag van de heiligen in de liturgie niet de dag van een ondergang, maar een geboorte. Een geboorte in het eeuwig leven. En dit alles overwegende verstaan wij ook waarom de katholieke martelaren met vreugde de beulen tegemoet gingen, de dood tegemoet gingen. Zoals bijvoorbeeld de heilige Ignatius van Antiochië. Hij hitste de leeuwen op om hem te verslinden. En ook de heilige Paulus zegt: voor mij is het leven Christus en het sterven dus een winst. Als wij de wil van God vervuld hebben, mijn dierbaren, op aarde, dan zullen wij ook gelukkig zijn in ons stervensogenblik. En tenslotte verwijst de heilige Alfonsus ons er nog op dat een katholiek die naar de volmaaktheid streeft, die Gods wil volbrengt, niet enkel op aarde of in de dood geluk kent, maar ook in het eeuwig leven. Hoe kan het ook anders? De gedane moeite ter ere van de allerheiligste drievuldigheid zal beloond worden. De heilige Paulus schrijft: het lijden van de huidige tijd is van geen gewicht tegenover de toekomstige heerlijkheid die de dienaren van God zal geschonken worden. Ieder zal loon naar werken ontvangen. In de mate waarin men Gods wil getrouw volbracht heeft. Een heerlijk vooruitzicht.
is er namelijk een ziel binnengetreden in de vreugde des Heren, zal er niets meer zijn wat haar kan teleurstellen, wat haar kan bedroeven. De hemel is de plek van verkwikking, van licht, van vreugde, van vrede, zoals wij horen in het memento van de Heilige Mis. Het zal een genot zijn de andere hemelbewoners te zien. En aangezien God dienen, eigenlijk heersen, betekent volgens de heilige Paulus, zo zullen er evenveel koningen in de hemel zijn als inwoners. Wij zullen met God heersen, met God de hemel genieten, God genieten. En de hemel betekent, zoals gezegd, God aanschouwen. Wij zullen Gods almacht zien, Gods voorzienigheid herkennen in het tijdelijke, de wijsheid van zijn wil. Wij zullen hem bewonderen, hem aanbidden. Wij zullen verzinken in de afgrond van zijn volmaaktheid. Wij zullen die grenzenloze, mateloze liefde van God tot ons inzien en ervaren. Wij zullen alle tijdelijk geschonken genaden hier op aarde, alle verlichtingen erkennen die Hij ons geschonken heeft. En deze vreugde zal elke ziel in de hemel doorstromen, zodat zij niets anders meer zal begeren. En koning David, hij zegt: ik zal verzadigd zijn als ik uw heerlijkheid kan aanschouwen. Dat is de hemel, mijn dierbaren. De hemel die ons gelukkig maakt. En dierbaren, tenslotte, en mogen de huidige overweging van de heilige Alfonsus ons aanmoedigen Gods heilige wil gewetensvol te zoeken en blijmoedig te vervullen. Ook de wederwaardigheden op aarde die God toelaat. En wees we overtuigd dat we door het dragen van ons dagelijkse kruis inderdaad Gods wil vervullen. Het loont zich. Het maakt van ons gelukkige zielen. En nu reeds op aarde, maar ook in de dood en tenslotte in het eeuwig leven. Mijn dierbaren, overdenkt u wat wij vandaag overwogen hebben en maken wij onze conclusies. Treffen wij misschien gepaste veranderingen aan in ons dagdagelijkse geestelijke leven, ten voordele van onze ziel. We zijn in de vastentijd. Zetten wij ons in? En sluiten wij met de woorden van de heilige Agatha, deze Romeinse martelares. En zij bad: Heer, doof nu op aarde in mijn ziel de liefde tot het tijdelijke. De liefde tot de wereld. Ontsteek in mij de ijver om uw heilige wil te voltrekken. En ontvlam in mij de liefde tot u, om dan eens mijn ziel te ontvangen in de hemel. Ja, mijn dierbaren, en laat ons ook ze bidden en er ook naar handelen. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.